Hallo iedereen, welkom weer een nieuw vlog op mijn YouTube kanaal. 1, 2, 3, fuck it! Het is vandaag maandag. En het is 11:15 ongeveer. Hier is mijn dikke vriend. Dag schatje. Dag schatje. Ben je aan het spelen? Hè? Op de speelmat, hè? Ja, schat. En er zijn 4 pakjes aangekomen. Dus ik ga die even open doen en eens kijken wat er allemaal in zit. Ik denk dat 2 van hetzelfde is, als ik dat te goed zie. Maar we shall see. Oké, laten we kijken. Deze en het andere pakje is al van hetzelfde. Ik heb een samenwerking met Doppler voor de oorlog in Rusland en Oekraïne. En normaal is dat daardoor. Eens kijken. En dat zijn posters die kunnen we aan de kraan hangen voor World. Aan het raam bedoel ik, niet aan de kraan. Voor World Water Day. En dan hier gaan we flessen zitten, denk ik. Dat is geen betaalde campagne of zo. Dat is echt puur voor het goede doel. En ik wou daar wel graag aan meedoen. Dus dit is de Doppler daarvoor. Die content ga ik straks filmen, want die willen dat vandaag nog. Dus dat ga ik straks even doen. Wow, dit is geen idee. Oké. Ik had bij, wat is dat, New Pharma? Of bij wat is dat? Ah, New Pharma, ja. Had ik touches besteld voor Nox. In maatje 0 en maatje 1. Spenen voor op het flesje. Want ik gaf nu altijd 2. Maar ik had de indruk dat dat veel te snel uitliep. En ik had aan Celine gevraagd en aan de vroedvrouw. En die zeiden ook allebei van ik zou eens een kleiner speentje erop proberen. Want borstvoedingsbaby's die zijn er niet gewoon dat er zo een grote opening of zo is. Dus that's that. Dan hier goed toegeplakt van mij. Veel plakband. Ik heb geen idee wat dat dit is. Ik zie geen briefje. Eens kijken waar het adres of daar iets staat. Ah, dat is van Wendy. Oké, dan weet ik het. Super benieuwd. Wauw, leuk cadeautje. Oké, let's open it. Waar is mijn staart? Ik gooi hier alles al. Overal heen, wat er komt. Oh, handdoek van Woody. Slappeke. Oh, hoe leuk. Thank you.
Ik heb tortellini gemaakt met een pot saus. Want we zijn allebei zeer moe. Het was een lange dag. En we dachten gewoon snel en gemakkelijk. En dat is ook lekker. Hè? Dat mag wel eens. Sorry, ik ga niet. Ik heb honger. Ja, doe maar. Nog eens trouwens. Wat blieft? Niks. Ik zeg aan mij, dat was rap. Rap? Hij is naar een bokswedstrijd aan het zien. Chique. Ja, ik zie het. Nox is trouwens goed aan het slapen. Tegenwoordig gaat hem om 7 al in bed. Want hij houdt het echt vaak niet eens meer uit tot 8 uur. Hè? Mm-hmm. Dat hem zo moe is of garm. Als jullie willen dat ik eens een avondroutine film of zo met baby, let me know. Dan wil ik dat gerust wel eens doen. Want ik weet, er komt wel wat vraag naar, maar ik weet niet als iedereen daarin geïnteresseerd is natuurlijk. Aangezien er ook wel mensen zijn zonder baby of kindjes die mij volgen. Dus laat het zeker weten in de comments. Hey guys, we zijn ondertussen een paar dagen nadat ik gefilmd heb, denk ik. Ik weet alweer niet meer wanneer ik het laatst heb gefilmd. En het is, ik ga even mijn muziek afzetten hè. Oh, het is middag. En Nox is aan het wenen. Allee, wenen af en aan. Oh, nu begint hem. Nu weer niet. Maar we zijn hem aan het leren zonder tutje te slapen. Sinds gisteren. Het ging heel goed. Allee, gisteren was minder, maar hij valt uiteindelijk wel in slaap door op zijn handjes te sabbelen. En deze ochtend was ook een hele goede dut van een uur, maar het middagdutje heeft hem echt moeite mee. Het middagdutje is hem na drie kwartier wakker. En dan jammert hem zo de hele tijd. Ik ben hem net gaan troosten. Maar... oh, garm. Okay, ik ga nog eens kijken. En hij is wakker. Huh? Patatje. Hij bleef maar wenen. Ik heb geprobeerd om rustig te krijgen, om terug in slaap te vallen, maar niks. Ik heb ook ergens het gevoel dat hij buikpijn heeft. Want het is altijd bij het middagdutje en dan heeft hij een uur voor zijn middagdut een flesje gehad. Ik geef dus 2 poederflesjes. Eentje voor zijn middagdut, alleen rond 11 uur. En dan nog 1 rond 5 uur. En ergens heb ik het gevoel als hem dan gaat slapen na dat flesje, dat hem altijd precies buikpijn heeft. Dus ik ben dan al van melk veranderd op aanraden van de dokter, de kinderarts. Maar nog heb ik het gevoel dat het niet beter is. Maar ja, oké, ik ben wel nog maar 2 of 3 dagen van melk veranderd. Dus misschien nog even afwachten. Hé, schatie. Oh, garme. Mijn baby. Zo ziet je dat ik toch wel bruin ben, precies, hè? Laat Noxje. Het gaat? Ja, hè? Ik heb trouwens hier onze routine. Als je graag wilt weten hoe onze dag er ongeveer uitziet, dat wisselt natuurlijk, hè. Kun je dat even stilzetten en screenshot of zo maken of overschrijven. Nox is nu 3 maanden en een half. Wacht, we zijn de
30ste, ja, exact binnen 2 weken is die 4 maanden. Dus daar is onze routine zo'n beetje. Natuurlijk wijkt dat af, want hij zou nu tot 2 uur moeten slapen. Maar het is nu 2:30. Dus ja, kun je natuurlijk niks aan doen. Dus wat ik dan doe is hem nu ja, gewoon 1/2 uur hier in het park. Dan om 2 uur eten. En dan hou ik hem nog 2 uurtjes wakker. Dus zullen we zien, hè. Hopelijk is hem dan niet te moe als ik merk dat... maar aan het lachen naar mij. Als ik merk dat hem toch te moe is, dan leg ik hem al om 3:30 in bed. Want ik probeer wel rekening te houden met wakkere tijden. Dit boek is trouwens waar ik al mijn routines uithaal. Allee, voorbeeldroutines. Amai. En waar ik dan mijn routine op baseer. Dit boek is van Nathalie van Snuggles and Dreams. Ik heb al vaker gezegd, maar echt... Snuggles and Dreams is echt een must-follow on Instagram als je een baby of een kind hebt. Want Nox slaapt, fingers crossed en hout vasthouden, 's nachts echt wel goed. Hij wordt gewoon 1 keer wakker puur om te eten en dan valt hij terug in slaap. En dan... maar ik zag hier iets lopen, maar dat is de kat van de buren, oké. Okay. En dan... overdag, ja, Dutjes zit hij ook goed. Nu zit hij wel net in zijn 4 maanden slaapregressie. Dat begint zo al vaak rond 3,5 maand. En ik merk echt dat hij daarin zit. Vorige week ging het super slecht met zijn Dutjes. Nu dat zijn tut weg is, gaat het veel beter. Alleen de middagdut is nog een werkpunt. Maar oké, ik heb ook zo'n online consulting bij Nathalie. Van Snuggles and Dreams. En ik denk dat ik haar misschien nog eens ga mailen daarvoor en nog eens vragen. Maar het is echt wel een grote hulp. Wij zijn echt heel hard van de routine. Als jullie dat niet zijn of niet willen voor jullie kindje of jezelf, is dat ook dik oké. Oh, ik moet niezen. Sorry, gezondheid. Maar wij zijn echt wel van de routine voor hem, wat het ook makkelijk maakt voor ons. Vooral voor mij, ook omdat ik thuis werk en zo, om een schema te hebben en een vaste routine te hebben. Dat ik weet, oké, dan en dan kan ik dat doen. Dat is gewoon voor ons heel gemakkelijk. Maar ik weet dat niet iedereen voor routine is. En dat er ook gewoon mama's en papa's zijn die gewoon go with the flow gaan. En dat is ook helemaal oké. Maar als jullie ook van routine houden, dan is dat echt wel een aanrader. Gaan we de vlog afsluiten? Gaan we de vlog afsluiten? Gaan we de vlog afsluiten? Noxia, doe eens lachen. Doe eens lachen. Doe eens lachen voor mama. Hij kijkt echt recht in de camera. Dat kent hem precies nog niet echt, hè? Doe eens lachen. Doe eens lachen, chubby cheeks. Chubby cheeks. Oh, chubby cheeks. Oh, chubby cheeks. Oh, chubby, chubby, chubby cheeks. Oh, chubby cheeks. Oh, chubby cheeks. Geen lachje. Nee. Geen lachje. Chubby, chubby, chubby cheeks. Chubby, chubby, chubby cheeks. Nee? Oké. Okay. We gaan de vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk. Dus zeker thumbs up. Laat een leuke comment na. En ik zie jullie volgende keer weer. Dag iedereen.